De halve marathon van de kerstloop in Dronten is vanmiddag gewonnen door de Keniaan Enos Kakopil. De atleet deed dat in een tijd van 1 uur 4 minuten en 58 seconden. Bij de dames werd de winst opgeëist door Tabitha Kichia. Ze zetten de klok op 1 uur 11 minuten en 8 seconden stil. Tijd 1:11:08. Naast de halve marathon werd ook de mini-kerstloop voor kinderen gehouden. Het startschot bij de kinderen werd gedaan door Jelisa van der Weert. Jelisa is geboren met congenitale spierdystrofie. En dat betekent dat tijdens de zwangerschap er suikers en eiwitten in het hoofd ervoor hebben gezorgd dat zij een spierziekte heeft. En hierdoor ook een verstandelijke beperking en epilepsie. De Weert heeft dus een spierziekte en kan zelf niet meedoen aan de kerstloop. Het goede doel van de loop is net als vorig jaar spieren voor spieren. De stichting wil kinderen helpen met een spierziekte. Het wordt op meerdere manieren besteed. Een van de belangrijke zaken is natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. Want we willen uiteindelijk genezing van de spierziekte. Daar is heel veel geld voor nodig. En in de tussentijd is voor ons belangrijk dat er een snelle diagnose plaats kan vinden. Dat er goede behandelingen tot stand gebracht worden. En goede zorg geboden kan worden voor kinderen met een spierziekte. En daar gaan we. Dankjewel, Jelisa. Goed gedaan, meisje. Ja, ze kunnen heel veel onderzoek doen. Ze proberen steeds meer nieuwe soorten spierziektes op te sporen, zeg maar. En daar is gewoon heel veel geld voor nodig en daar wordt het voornamelijk voor gebruikt. Wat voor toekomst heeft zij? Dat is een hele goede vraag, wist ik het maar. Het is een spierziekte, zeg maar, waardoor ze steeds meer achteruit gaat. We weten het niet. De kerstloop wil ongeveer 2500 euro ophalen voor de stichting Spieren voor Spieren.